Ik heb jaren goed mijn kost verdiend. Ik ben in de mediaproductie gegaan. Ik heb dus uiteindelijk ook een cd- en dvd-fabriek gehad enzovoort. En op een bepaald moment, cd's en dvd's, geraakt uit de mode. Dus je komt wat in de problemen. Je hebt zelf wat gezondheidsproblemen en burn-out, om zo te zeggen enzovoort. Maar je probeert je erdoor te slaan. Stel dat je je rekening niet kan betalen aan een klassieke aanbieder, je komt terecht bij Fluvius, de netwerkbeheerder. Op het moment dat je dan al die stappen hebt doorlopen en je probeert op alle mogelijke manieren dat in orde te krijgen en dat niet lukt, dan kom je op een dag thuis en dan blijkt dat het licht in de gang niet werkt. Dus ik bel de storingen van Fluvius en die zegt gewoon droogweg tegen mij: ah, maar ze hebben nu een stroombegrenzer geïnstalleerd. Ik heb 3 maanden van geen gas te hebben en nauwelijks genoeg stroom om aan de meest elementaire basisbehoeften te voldoen. En pas op, dat kost jou nog eens €300 hè, op je factuur. Hè. Krijg je nog eens een gepeperde rekening voor, hè, voor die aan- en die afsluiting. Je bent machteloos in veel situaties. Dat je moet laten doen. En er is niks zo erg als een soort economisch geweld ondergaan.